een beeld en tekenen. Dat gaan we combineren. We gaan het beeld tekenen en natuurlijk het beeld tekenen bij lenzen. Goed, we beginnen met een lens, beide kanten een brandpunt en een voorwerp, een potloodkeer voor de lens. De vraag is nu van hoe kunnen we het beeld tekenen wat hier ontstaat? Waar moet het ongeveer staan en hoe groot moet het zijn? Drie stappen zijn daarvoor nodig. Stap 1. Teken een lichtstraal door O. En O is het optisch middel. Ja, nou, tekenen gaat heel makkelijk, want een lichtstraal door het optisch middelpunt, die gaat gewoon rechtdoor. Dus je hebt niet eens het brandpunt nodig. Ja, dus onthoud door optisch middelpunt altijd rechtdoor. Stap 2. Teken lichtstraal evenwijdig aan de hoofdas. Hoofdas, dat is die denkbeeldige lijn door het midden van de lens. Evenwijdig aan de hoofdas, hoe gaat hij verder? Precies door het brandpunt. Dus altijd door F heen. En nu heb je het eigenlijk al, want twee lichtstralen uit het puntje van het potlood snijden elkaar daar. Dat betekent dus dat op dat snijpunt ook het beeld komt van het puntje van het potlood. Is nog alleen de vraag van, hey, hoe groot moet het nog zijn? Nou, dan heb je één extra lichtstraal voor nodig, namelijk een lichtstraal van de onderkant van het voorwerp door het midden van de lens heen. Gaat gewoon rechtdoor en dus komt het beeld daar terecht. En je hebt het beeld nu op de juiste plek geconstrueerd. Stel je nou eens voor dat de lens te klein is om bijvoorbeeld die bovenste lichtstraal te kunnen tekenen. Dat maakt niks uit. Je kunt de lens, denkbeeldig of niet denkbeeldig, altijd zo groot tekenen als jij wilt. En op deze manier kun je dus iedere andere lichtstraal ook tekenen. Bijvoorbeeld deze. Hoe gaat deze door? Precies, die gaat zo door het puntje van het potloodje heen. Oké. Het voorwerp dus voor de lens, beeld achter de lens. Eens kijken hoe groot is je ongeveer. Voorwerpslengte en beeldslengte. Bij mij op het scherm komt het ongeveer op een 3 cm voor het voorwerp en 2 cm voor het beeld. Ja, voorwerpslengte, beeldlengte. Dat betekent dus dat het beeld kleiner is geworden. Ja, het is ongeveer 2/3, 0,67 keer de lengte van het oorspronkelijke voorwerp. En dat getal, 0,67, dat wordt lineaire vergroting genoemd. Lineaire vergroting kun je dus berekenen door de grootte van het beeld te delen door de grootte van het voorwerp. Stel je eens voor, je hebt een prachtig mooi plaatje van de Eiffeltoren en op de foto is die Eiffeltoren 75 cm lang. Nou, even opzoeken, Wikipedia, en dan zie je daar dat de hoogte in werkelijkheid 300 meter is. Een beetje groter dus. Wat is nu de lineaire vergroting? Nou, en ja, beeldgrootte gedeeld door voorwerpsgrootte. De beeldsgrootte, ja, op het beeld is 75 cm, maar ik zet hem wel eventjes in meters. Delen door 300 en ik kom op een vergroting van slechts 0,0025, 25.000ste. Ik heb nu 0,75 genomen omdat het meters deed, maar ik mag het natuurlijk ook best in centimeters houden als ik dan maar de voorwerpsgrootte ook in centimeters doe. Dus qua eenheid maakt het niet zoveel uit als je maar boven en onder de streep dezelfde eenheid doet. Nog een voorbeeld, een iets minder leuk plaatje vind ik, maar ieder zijn smaak. De lengte van deze mier is 75 centimeter. En een ieder ziet dat dit de tuinmier is en een gemiddelde tuinmier is ongeveer groot 6,5 mm. Ook hier weer, wat is nu weer de lineaire vergroting? Invullen, beeldgrootte in millimeters is 750 mm, deel door 6,5 en je krijgt een vergroting van 115. Maar let op, wel één met significantie natuurlijk, twee cijfers significant, dus de vergroting is 1,2 keer 10 tot de macht 2 maal. Ook hier,
Ja, je mag het best ook in andere eenheden doen. Hè? Als je in centimeters doet, komt er natuurlijk precies hetzelfde uit. Eventjes die twee voorbeelden bekijkend, dan weet je dus dat als de vergroting kleiner dan 1 is, dan is er eigenlijk geen vergroting, maar een verkleining. Als n groter dan 1 is, dan is er sprake van een echte vergroting. En is zij 1, dan is het even groot gebleven. Wat er ook gebeurt, n is nooit negatief. Het is altijd groter dan 0. Goed, eventjes weer naar het plaatje, de potloden, links en rechts. Vergroting was 0,67, maar je kunt hier ook opmeten deze lengte, de voorwerpsafstand, en deze lengte, de beeldafstand. En als je die hier opmeet, dan kom ik op 5,5 cm en 3,7 cm. Wat krijg je als die twee op elkaar deel? Hey, precies hetzelfde als mijn lineaire vergroting. En dat is geen toeval, want als je dus dit eventjes bekijkt, dan zie je dat ik heb hier een driehoekje en het driehoekje is gelijkvormig met dit driehoekje. En dat betekent dus dat de zijden eenzelfde verhouding hebben. Dus die gedeeld die is hetzelfde als die gedeeld die. En dus kan ik de vergroting nu op twee manieren berekenen. Ik kan hem berekenen op deze wijze en ik kan hem berekenen op deze wijze. Ja, op twee manieren kun je de vergroting berekenen. Goed, is het allemaal een beetje duidelijk, dacht ik zo. Een typisch geval van beeldenhumor. Tot ziens.